AG Insurance heeft in 2015 opnieuw sterke resultaten neergezet in toch wel een complexe economische omgeving. Ons resultaat is nagenoeg op hetzelfde niveau gebleven als het jaar voordien, 2014. In 2015 hebben we in de schadeverzekeringen toch wel de meest opmerkelijke vooruitgang geboekt en de sterkste resultaten neergezet. Onze combined ratio, dat is de verhouding tussen de geleden schade en kosten ten opzichte van de premies, verbeterde naar 94,7%, komende van 101,2% het jaar voordien. Er zijn verschillende elementen die daartoe bijdragen. In de eerste plaats natuurlijk hebben wij een goed jaar gehad op het vlak van natuurrampen. Er zijn geen grote natuurrampen geweest in België in 2015. In tegenstelling tot de Pinksterstormen die we ons allemaal nog herinneren uit 2014. Verder dragen wij de vruchten van een aantal maatregelen die we de voorbije jaren hebben genomen om de fundamentele rendabiliteit van de portefeuille schadeverzekeringen te verbeteren in enkele specifieke takken. En tenslotte zijn er de algemene tariefaanpassingen die we regelmatig doen en die dienen om de verhouding tussen de premies en de stijgende schadelast op te vangen. Dus alles bij elkaar genomen was 2015 een uitstekend jaar voor de schadeverzekeringen, waarin we het netto resultaat bijna verdubbelden tot 137 miljoen euro. In de levensverzekeringen daalde het incasso licht met 4% tot 3,8 miljard euro, en dit toch wel tegen een achtergrond van een nog steeds lage renteomgeving. Vooral de beleggingsverzekeringen, tak 21, hebben het nog steeds moeilijk in deze renteomgeving. Onze speerpuntproducten, de groepsverzekeringen, het lange termijn sparen en de risicodekkingen, waaronder de overlijdensdekkingen, die deden het dan weer bijzonder goed, zowel op het vlak van incasso als op het vlak van de rendabiliteit. Het netto resultaat van de levensverzekeringen ligt net onder het resultaat van het jaar voordien, maar dat komt eigenlijk vooral door iets wat minder gerealiseerde meerwaarde en ook een hogere fiscale last op deze portefeuille. De solvabiliteit van AG Insurance is bijzonder sterk. We zijn overgegaan naar een nieuw model, een nieuwe wereld onder Solvency II. En daarin heeft AG Insurance toch nog altijd een kapitaalsbasis die meer dan twee keer het wettelijk minimum overstijgt. 2015 was duidelijk een zeer goed jaar voor AG Insurance. Maar gezien de moeilijke financiële markten en economische situatie blijft voorzichtigheid voor de toekomst geboden. Ik denk daaraan bijvoorbeeld aan de volatiliteit die we momenteel zien op de financiële markten, maar toch ook die aanhoudende lage renteomgeving waarin we leven. Verder is er toch ook het impact van de digitalisering die meer en meer invloed zal hebben op onze sector en ook op AG Insurance als bedrijf. Maar met onze financiële solide situatie, maar vooral ook denk ik gesterkt door de expertise en het enthousiasme van onze medewerkers en ook het vertrouwen van onze partners, ben ik zeer positief voor de toekomst. Ben ik ook overtuigd dat AG Insurance ook in de toekomst deze nieuwe uitdagingen zal kunnen aangaan met succes. AG Insurance, supporters van jouw leven.